meer papavers, de kamille, de gewone papaver, de slaapbol, de korenbloem, leeuwenbek, koolzaad. Dus eigenlijk zijn het de ouderwetse, eigenlijk de zaakjes boerenplanten die vroeger heel algemeen waren en nu steeds verdwenen zijn, die we terug willen integreren. In Hamond-Achel kan je er niet langs kijken. De stad baat in de bloemenweelde. Op meerdere plaatsen zijn er duurzame bloemenweiden aangelegd en dat heeft zo zijn redenen. Het project houdt in eigenlijk dat we iets moeten doen voor de bijen en de vlinders, omdat het deze drassen achteruit ging. Het past ook in het kader omdat we minder mogen werken met sproeistoffen. Dus in plaats van dit te zien als een nadeel, kunnen we dat ook zien als een voordeel. Het project werd zondag extra in de kijker gezet tijdens de kringloopfietstocht. We proberen ieder jaar hierin te gaan toenemen met informatieborden eromheen. Dat mensen ook bewust worden van wat we doen, waarom we het doen. En we hopen ook dat de burger erin mee wil gaan. Want ja, de chemische onkruidbestrijding heeft een enorme vernietiging aangebracht in het groen. En ja, dit willen wij tegengaan door deze acties en dit soort projecten. Meer bloemen, dat vindt iedereen leuk. Maar vooral toch de imkers. Wel, het is van belang voor de imker, voor zijn bijen uiteraard, dat er zoveel mogelijk variatie is aan bloemen, aan planten, maar vooral stuifmeel en nectardragende planten. Goed nieuws dus voor de bijen en de vlinders in Hamond-Achel, maar ook de mens heeft baat bij dit project. Het is ook zo dat we pesticidevrij beheer uiteraard zeer aanmoedigen, omdat de bijen toch vliegen op de planten en zij dragen eventueel de pesticiden mee de kas in. Het zit ook eventueel in de honing, wat wij dan weer gaan gebruiken. En het is toch een kringloop die de bijen een stukje meedragen naar ons toe. Conclusie: meer bloemen is gezond voor mens en dier. En behalve dat ziet het er ook nog eens fantastisch uit natuurlijk. We're coming home.